eerst niets aan gestolen lijkt me, of wel? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we eigenlijk gewoon een hele goede partij speelden vanaf minuut 1. De toon wilden zetten met velden erop, veel duel spelen. Irritant zijn uiteraard, gewoon... Kun je wel? Ja, jawel, af en toe. Het is leuk, dacht ik. Dat gebeurt overal weer en dat zit in de scherpste aan de snede. En dan, ja, het zijn leuke duels die je speelt. En, als je hem dan binnen kan afsluiten, is prachtig, zoals je ziet. Wist je ook dat je het op die manier moest doen? Je hebt ze woensdag gezien tegen Lazio, spelen ze geweldig. Dan ga je nadenken van hoe kunnen wij dat voor elkaar krijgen? Was dit de manier? Ja, uiteraard. Ze speelden een hartstikke goede pot. Maar je ziet wel vaker dat het dan best wel moeilijk is van een Europese wedstrijd waarin je... Ja, is Lazio helemaal van kastje naar de muur heb getikt. Om bijvoorbeeld hier te komen. En dan moet je meteen laten zien van... Hey, wij willen gewoon vol gaan voor die drie punten. En dan geen adem geven. En dan, ja, daar hebben we de spelers voor, het publiek voor. En dan, dat is de manier om het te doen, denk ik. Ja. Wat heb jij ergens het gevoel gehad, wij komen in de problemen? Ja, pas bij de late 2-1, denk ik. Waarin het dan uiteraard spannend wordt. Hij valt gelukkig met een corner bij hun. En dat is zonde. Dan, die laatste minuten zijn dat toch wel extra spannend, maar over het algemeen denk ik dat we controle hadden in de wedstrijd. Ja, wat ik heel knap vond, wat jullie de eerste helft heel erg deden. Als jullie gingen wachten tot ze op jullie druk gingen zetten, dan gingen jullie vrij snel de directe bal op Ugalde spelen. Ja. Was dat tactisch ook van tevoren besproken zo? Want ik vond dat juist wel heel goed bij jullie. Ja, zeker. We wilden hem eigenlijk van naar één kant brengen en dan nog één keer eigenlijk terughalen om ze te laten lokken. En Manny is zeker heel erg balvast en dan komen zij één op één. En met onze diepgang en met tweede ballen, waarin je met Mika samenlegt, met Matikiolo en Sam. En je bent gelijk heel veel Feyenoorders kwijt. Ja, precies. Je bent al twee linies verder eigenlijk. En dat was een deel van hoe dat zou moeten doen. Ja. Manny is Manfred Ugalde, voor de duidelijkheid. Ja, dat geeft niet. Het is jouw 200ste eredivisiewedstrijd. Ja, een feestje. En je krijgt geel. Maar daar begreep je helemaal niks van. Nee, ik speel... Ja. Blijkbaar dacht de scheids dat ik nog een keer Larsen wilde laten nemen, maar ik speel hem gewoon naar Larsen om te voetballen. En ik krijg gewoon een gele kaart, maar ja, hij zei waarschijnlijk had je 5 minuten later ook gehad als hij hem nu niet had gegeven. Dat denk ik ook. Ja, dan moet ik hem gelijk geven. Ga lekker feest vieren, dankjewel.